Goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Roeselaar. Die heeft Antwerp gewonnen met 2-1. En we zitten hier natuurlijk met beide trainers om na te praten. We beginnen met de bezoekende trainer en dat is Geert van Voeren. Toch tenminste de T2 na Serebrennikov. Vertel eens, wat vond u van de wedstrijd? De wedstrijd zelf vond ik vrij slordig. Veel balverlies, zeker van onze kant. We zijn naar hier gekomen eigenlijk om een goede organisatie neer te zetten en dan toch te kunnen proberen te prikken op de tegenaanval met onze snelle spelers eigenlijk. En dat lukte vrij aardig, vond ik. Maar ja, dan op bepaalde momenten maakten wij toch wel de verkeerde keuzes. Veel balverlies, slordig. Ja, een speler die ook in de heenwedstrijd opviel was Anthony Di Lallo. Toen verloor je wel met 0-3, maar nu zorgt hij voor de gelijkmaker. Hoe belangrijk is hij eigenlijk voor Roeselaar? Ik mag toch zeggen dat het onze creatiefste speler is van Roeselaar. Die is heel belangrijk. Is ook balvast. Ja, belangrijke speler voor ons, ja. Oké, wat zijn de ambities nog voor Roeselaar? U staat nu tiendes voor deze speeldag toch. Wat wil u nog bereiken met Roeselaar? Wij willen zo rap mogelijk het behoud verzekeren natuurlijk. Hè. En ik denk dat voor een club als Roeselaar, die toch terug een klein beetje in opbouw is, dat de middenboot spelen, dat toch proberen aansluiten bij de eerste acht, eigenlijk negen. Ja. Oké, en veel succes daarbij. En dan gaan we naar onze trainer, Bart Willemsen. Bart, jij zette vandaag enkele nieuwe pionnen op het veld tegenover voor de winterstop en zeker vorige wedstrijd. Ten eerste, wat vond je van de wedstrijd? Ja, zoals mijn collega zegt, het was een wedstrijd, ik wil het iets zachter uitdrukken, misschien van onze kant uit. Wij probeerden Roeselaar direct op te sluiten op eigen helft. En wij profiteerden toch wel wat van de slordigheden bij Roeselaar. Alleen bij ons kwam er toch te weinig echt uitgespeelde kansen tevoorschijn eigenlijk. De kansen die we creëerden was meer door de powerplay van Mobongo en Koffie. En het was toch een beetje zoeken naar evenwicht. Omdat we met Bojovic op nummer 10 eigenlijk de eerste maal samenspelen. Mag niet vergeten dat Koffie en Mobongo ook de eerste minuten samenspelen vandaag. Dus wij zitten echt in een periode, ja, dat we toch nog echt die balans aan het zoeken zijn. En dat was dat gecombineerd met het zwaardere veld was duidelijk. Wat niet wegneemt dat we verdiend 1-0 voorstonden met de rust. En als het kan 1-1 worden met die ene prik van Roeselaar, maar het kan ook 2-0 zijn met de rust. En dan denk ik dat we comfortabeler die wedstrijd de tweede helft aanvatten. Nu blijft altijd die druk wat van die tegengoal te nemen. En dan ziet u ook dat uit het niks eigenlijk die goal valt. En ja, dan is het pompen. Ik kan het niet anders noemen. Dan hebben we Bobby op rechts gebracht voor wat meer diepgang te brengen. Maar ja, dat pakte ook niet direct super uit. Dat was ook nog wat. Dus ik denk het belangrijkste van deze wedstrijd is dat we met een heel groot hart hebben gespeeld. Als je ziet, Benji Lambeau als voorbeeld. Hoe dat hij reageert op het veld, schitterend vooropgaand in de strijd. We hebben een heel goed gesprek gehad deze week. En we hebben ook afgesproken, hij moet hier vertrekken langs de grote poort. En bij Liersen ook binnenkomen langs de grote poort. En hij heeft dat schitterend opgepikt. En daar heeft heel de ploeg zich aan opgetrokken. Wanfard op rechts toch sterk, weinig duels verloren. Dus we hebben met een heel groot hart gespeeld en verdiend, denk ik, de drie punten thuisgehouden. En dat was vandaag het allerbelangrijkste. Ja, we zagen ook dat met Ionescu, Georgic en De Voer nu drie creatieve aanvallende middenvelders spelen. Is dat een probleem of een luxe probleem? Ja, dat gaat al vrij ver in detail eigenlijk. Dat is ook zo dat we met Guy en André heel hard op drukken van in balbezit toch de ruimtes te benutten. Dat is een beetje tegen hun natuur in dikwijls. Guy deed dat heel goed de eerste helft. De eerste 10 minuten niet, maar vanaf dan ging hij heel goed breed staan en gebruikte heel goed de ruimte. André heeft daar wat meer moeilijkheden mee. Die gaat van nature altijd meer het centrum opzoeken.
En daar is het toch een beetje uitkijken naar de fitheid. Hij is nu volledig fit. Hij gaat maandag spelen met de belofte. Is het toch ook wat uitkijken naar Carvalho, die toch eigenlijk als rechtse flankspeler is aangetrokken. En ja, ik zeg het, dat is een beetje het evenwicht, de balans. Nu moet ik zeggen dat zowel André als Guy als Bojan, ja, zoals ik daarnet zei, met een heel groot hart hebben gespeeld. Maar natuurlijk, hun natuur kun je niet wegtrekken. Je ziet dat drie creatieve spelers zijn. En als zij een bal verliezen, hun verdedigend werk doen, zullen zij kunnen blijven staan. Dat heb ik hun ook op het hart gedrukt. De wedstrijd dat zij niet in balverlies meewerken, gaan ze niet meer spelen. Zoals ze het nu hebben gedaan, denk ik dat er weinig opmerkingen over zijn. Maar het zal zaak zijn om week na week in balverlies, in balbezit, moet ik die jongens niks bijbrengen of niks vertellen. Want ja, het zijn drie fantastische voetballers. Maar in balverlies moeten zij hun werk blijven opknappen. Willen ze in de ploeg blijven. Dus het is aan hun om te bewijzen dat zij gaan blijven staan of niet gaan blijven staan. Oké, okay, goed, dankjewel. Dan kijk ik even naar de pers. Ja, Stijn? Dag Bart. Ja, Stijn. Waarom koos je wat voor op rechts en niet Van Dessel of Gribel? Ja, Romeo, denk ik dat er geen discussie over is. Romeo is volledig tegen zijn natuur een flankverdediger. Dus dat was eigenlijk niet echt een optie. Romeo heeft ons daar wel eens gedepaneerd en heeft dan zijn best gedaan zoals hij altijd doet. Maar hij is van nature absoluut geen rechtse verdediger. Thomas Fibel ook niet. Dus heeft ons daar ook perfect gedepaneerd tegen WZ. Maar is ook van nature zeker tegen de wendbare flankjes van Roeselare. Dus Justice Wanfar heeft bij Genk en bij Beerschot, bij GBA tenminste... twee keer bij twee clubs daar gespeeld, verschillende wedstrijden. We hebben dan vorige week van die geheime oefenwedstrijd tegen Dender gebruik gemaakt om te zien hoe hij zich daar voelde. En hij deed dat schitterend ook. En vandaag heeft hij ook... hij speelt heel gedisciplineerd. En George komt uit een zware griepsituatie dat hem toch een volledige week van de training heeft gehouden. En plus ja, de keuze, kijkend ook naar de vorige wedstrijden, waar we toch wat problemen hadden op die flankverdedigers. Dat we toch te ver afspeelden. En ik vond het voor mezelf een logische keuze om Wanfar. En ik denk dat het gaat niet om gelijk krijgen, maar ik denk wel dat bewezen is dat hij perfect daar kan spelen. Ja. Ja, wat heel belangrijk is, je hebt dat ook gezien tegen WZ met Oris nog, dat Koffie dan heel goed de ruimtes kan belopen met een target spits. Nu, het probleem is een beetje dat Koffie ook wat gesukkeld heeft met eerst een griep en dan als een adductoren wat overbelasting met de moeilijke velden. Dan kunstgras, dan zaal, dan sneeuw. Dat maakte dat hij ook niet topfit was. En dat zag je ook, de eerste helft de afspraak is dat Freddy in het centrum blijft. Omdat hij toch continu praktisch twee mensen aan de praat houdt. En dat Koffie dan profiteert om in die ruimtes te lopen. Dus ik denk dat Mobongo al direct heeft bewezen dat onze ploeg... dat type van spits, zeker met het voetballend vermogen dat daarachter zit, dat we dat type spits echt nodig hebben. Natuurlijk, we hebben daar al veel over gepraat en we moeten daar ook nu volledig mee stoppen, vind ik. Het is jammer dat we 1-6 tegen Sint-Niklaas en Dender nemen, omdat we op zoek zijn naar die balans. Dus, maar ik zeg het, laat ons daarover ophouden. En we zijn heel blij met de komst van Mobongo. We moeten daar ook de Club Antwerpen heel dankbaar voor zijn. Dat ze in laatste instantie er alles uitgehaald hebben om dat type nog binnen te halen. En dat gaat zich denk ik wel vertalen naar punten. Ik heb nog één vraag, Georgic. Eerste helft subliem bij momenten. Overal aanwezig, heel aanspeelbaar. Na de rust toch wat teruggevallen? Zakte wat weg ook. Is natuurlijk twee weken in Antwerpen. Heeft daarvoor bij Blackpool weinig gespeeld. Wat wel met Bojan heel duidelijk is, en dat was van de eerste trainingsdag al duidelijk,
dat hij heel veel maturiteit in de ploeg brengt. Dat is ook de reden waarom dat zo iemand dan blijft staan ten opzichte van een André bijvoorbeeld. Want op een gegeven moment kunnen we André wisselen en kunnen we Bojan wisselen en kunnen we misschien Guy Dufour wisselen. Maar Bojan is dan toch een speler die tijdens de 2 weken hier heel veel aanwezig is qua coaching en qua begeleiding naast het veld ook. En heeft zelfs ook deze week Lambeau eventjes mee ondersteund. Ik had hem dat gevraagd ook, van dat heel de groep daar mee aan moest werken om iedereen terug met de neus in dezelfde richting te krijgen. Dus, en daar ben ik wel heel blij mee, dat we een verlengstuk eigenlijk van de trainer mee, samen met Dennis en Karel en Wanfar, dat we terug die verlengstukken hebben op het veld, zoals ook Oris bijvoorbeeld iemand was. Dus die hebben we nu terug en we kunnen nu terug vooruitkijken. En ik denk dat dat te zien was op het veld. Ik denk dat Antwerp er alles aan deed. Als je de fans hoorde, ik denk dat die mensen ook een prachtige avond hebben beleefd. En ja, we kunnen terug vooruitkijken, het hoofd omhoog. En we zullen strijden tot de laatste moment om zo hoog mogelijk te eindigen. Nog vragen? Goed, dan bedank ik de coaches en dan zien we elkaar graag weer de volgende thuismatch. Dankjewel.